I'm sitting down here, but hey, you can't see me. Deze week gaat hij even andersom. Want ik begin met een filmpje wat ik eigenlijk als laatste gefilmd heb. Normaal gesproken dan film ik eigenlijk de hele week alle dingen die ik uitspook. En dan zet ik het in die volgorde in mijn vlog. Deze week is het even anders gegaan. En ik heb een beetje een dipje met vloggen, merk ik. En dat komt gewoon door heel veel verschillende gebeurtenissen in mijn leven op dit moment. En ik zou het echt heel fijn vinden als de mensen die trouw kijken de moeite zouden willen doen om wat vragen voor mij te beantwoorden. Wat ik heel graag wil weten van jullie is, wat vinden jullie fijn aan mijn vlogs? Waarom kijken jullie? Wat zorgt ervoor dat je elke week denkt, oh ja, ik ga Ilder vlog weer kijken? Maar ook, wat zijn er dingen dat je denkt, oh nee, niet dat weer, weet je wel? Alsjeblieft, zou je voor mij de moeite willen nemen om mij een reactie te sturen? Want ik ben hier gewoon heel erg benieuwd naar. Ja, kijk, wat het deze week een beetje is. Ik merk dat iets mij tegen gaat staan in het vloggen. Mijn doel van het vloggen was dus dat ik jullie gewoon een eerlijk kijkje in mijn leven wil laten geven. Ik kreeg heel veel reacties van mensen op mijn Insta-stories altijd. Van, eeuw, wat maak je leuke dingen mee. Je hebt altijd leuke concerten en dingen die je bezoekt en zo. Neem ons daarin mee. Nou, dat vind ik ook hartstikke leuk. Maar daarentegen ben ik ook wel iemand die zoiets heeft van, weet je wel, ik wil niet zo'n hashtag perfect lifestyle zijn. Het is gewoon, what you see is what you get. Maar ik kan niet altijd over alles eerlijk zijn. Sommige dingen die ik meemaak gaan niet alleen maar over mij. Denk aan vriendschappen, denk aan relaties. Die mensen kiezen er niet voor om in mijn vlogs te zijn. Dus heb ik problemen in mijn relatie of in vriendschappen of wat dan ook, ga ik dat niet in mijn vlogs delen. En dan moet ik net gaan doen alsof alles leuk en aardig is. Maar dat is niet altijd zo. En dat vind ik dus een beetje lastig. Daarnaast is het zo dat ik deze week nog iets heftigs heb meegemaakt. En dat is dat ik erachter ben gekomen dat ik vanaf maart volgend jaar zonder baan zit. En daar kan ik gewoon nog niet heel veel over vertellen. Maar dat soort dingen wil ik dan eigenlijk wel vertellen. Want ik wil jullie niet de indruk geven dat het allemaal helemaal geweldig gaat of zo. Maar het is ook wel weer zo dat ik daardoor geen zin had deze week om te vloggen. Want eigenlijk draaide alles om het feit dat ik weet dat ik zonder baan kom te zitten. Dus dat. En daarom heb ik gekozen voor een plan B. En ja, ik ben deze week weer naar het concert van Nielson geweest. En ik heb ervoor gekozen om het liedje Plan B met jullie te delen. En dat is ook iets. Nu weet ik dat er echt wel heel veel mensen zijn die er commentaar over hebben. Waarom ik zo vaak naar de concerten van Nielson ga. En ja, daar wil ik best wel eens een keertje wat over zeggen. Want muziek is gewoon een ontzettende uitlaatklep voor mij. En zeker nu. Waarom de muziek van Nielson mij heel erg aanspreekt. Is omdat hij daarin best wel een voorbeeld is. Hij heeft een nieuwe weg ingeslagen. Mensen die zijn interviews de afgelopen tijd gelezen hebben, hebben dat, ja, dat komt er echt wel duidelijk naar voren dat hij een nieuwe weg ingeslagen is. En best wel bang was van, ja, wat zullen mensen hiervan vinden? Maar ja, ik vind het echt iets heel moois dat je je zo kwetsbaar durft op te stellen. En zo open durft te vertellen over alles wat je meegemaakt hebt. En ja, daarvoor is het ook zo dat die hele ontwikkeling die hij door heeft gemaakt, die voel ik heel erg in zijn muziek. En daardoor zie ik heel veel herkenningspunten in zijn muziek. En raakt zijn muziek me gewoon nog meer dan dat het normaal al deed. En doordat ik naar zijn optredens ga, geeft me dat gewoon nieuwe energie. Om ja, weer door te gaan met alle battles die ik heb in het dagelijks leven. Dus nogmaals,
ja, een ander vlogje dan normaal. Maar ik wilde dit gewoon met jullie delen. En ik hoop echt dat jullie even de tijd voor me willen nemen om te reageren. Hier in ieder geval de beelden van vanavond. De Diamant Club Tour in Den Haag. En dus het hele nummer Plan B. En daarnaast nog wel gewoon eventjes in ouderwetse vlogstijl. Hoe mijn dagje met Nina naar aanlopen van deze... Jezus, wat voor zin was dat? Hoe mijn dagje met Nina was naar aanloop van het optreden. Hier komt het. Goedemorgen! Kijk wie er is. Good morning! Het is echt een wonder, hè, dat we zo vroeg wakker zijn. Ik kan maar één ding betekenen. Ik had honger. Nee. In Den Haag. Aangezien ik in mijn vlogs al genoeg beeldmateriaal deel van de optredens van Nilsson, wil ik niet in herhaling treden. Al was de show echt super lekker. Ik heb gekozen voor het liedje Plan B. Die is echt toepasselijk. Niels is hierin echt een voorbeeld voor mij. De jongen die normaal zijn gitaar om had, heeft hem afgedaan en zet daar gewoon een super strakke choreografie neer. Dit maakt me trots en motiveert me. Want in de nieuwe fase waarin ik nu zit, kan ik wel wat motivatie gebruiken. Het is tijd om nieuwe plannen te maken. En daarom wil ik dit liedje met jullie delen. Hey! Vanuit Den Haag!
Alles wat er deze week heeft afgespeeld, had deze show voor mij onverwacht een andere lading dan normaal. En op momenten als deze, met al die mooie lampjes om mij heen en de muziek van deze kanjer, ben ik dankbaar dat ik dit dan kan meemaken. En probeer ik er dus mijn kracht uit te halen, zodat ik weer door kan gaan om de tegenslagen in de grote mensenwereld de baas te blijven.